Bint Sport wordt mij mogelijk maken door Friesland Lies. Joen, welkom bij de allerlaatste Bint Sport van 2014. Maar Joen, als haardgast, Cambuur-trainer Henk de Jong. Is hij een people manager of een toektacticus? Ik lees het voor onze sportjournalist Jaap Stalenburg en Cambuur-watcher van de Leeuwarder Huis aan Huis, Henk Albers. En boven dat zorgen we waarom op de eerste seizoenshelden van de Leeuwarders. Roestak. En daar is de gelijkmaker Vietje Reinen. En zo poetst binnen no time Cambuur een 2-0 achterstand weg. Ja, dit wie vanzelfs de 2-2 van Eetje en Rijn en zijn Sportclub Heerenveen. Wie dit nou het doelpunt met de grutste ontlading eigenlijk, ontnota? Ah, dat weer een beetje, wat zei je Henk? Tardelli, hè? Ja, Tardelli, hè? Zo juichen. Ja, geweldig. En ziet, die bezetenheid. En dat hier hij ik nodig, hè? Hij is wat twijfelend begon bij ons en toen kwam het steeds beter. En toen gebeurde dit in Heerenveen, toen kwam echt alles ruut, hè? Dat koers gewoon schen. Ja, nou de winterstop is nog eventjes, hè? We hadden nog 12 wedstrijden, had je hem nog voetballen. We hadden nog 14 wedstrijden, had je hem spelen. 20 punten. Laten we nou waarom zorgen op die eerste seizoenshelden? Welk gevoel overheerst het dan? Van de ene kant een tevreden gevoel. Omdat we vrij snel toch al een bepaald voetbalniveau in de ploeg gingen. We trokken punten pakken, hè? Dat had mij voetbalidee te maken. En daar moest ik aan vast houden. Alleen door de laatste weken, shows wat eigenlijk heel normaal is, dat is het, Als ploeg als Cambuur, dat is heel goed start. Ja, dan vlakte ik even wat oud. En dat is eigenlijk wel normaal. Nou, het gebeurt bij Southampton ook, hè? In Engeland. Dat klopt. Ja. Maar het gebeurt ook misschien wel bij topclubs. Het gebeurt bij topclubs ook. Maar ja, zeker ook bij clubs als Cambuur. En nou is het ook zaak om dan mooi rustig te blijven. Alleen we moeten zien dat we nog een paar puntjes erbij pakken. Ja, of lezen de verwachtings, Henk, misschien toch wel een beetje te heeg. Ja, de Leeuwen is, ja, we zijn verwend vanzelf. Nou, dat is ook zo. Ja, en dat wat Henk zegt, het is gewoon eigenlijk een buitengewoon goed seizoen. En is eigenlijk moet je het als een compliment zien dat dan als je tegen NAC gewoon slecht speelt. Ja. Dat iedereen daarover valt, dat geeft gewoon aan wat men verwacht al van Cambuur. Zullen we gewoon even en dat is misschien iets te veel. Een Peer Hichtepunten, even uit de eerste seizoenshelft, dat ze even beschen. Nou Jaap, in hoeverre is het succes van Cambuur echt de verdienste van Henk? Ja, ik denk dat wat Henk echt uniek maakt, dat is dat je hebt wel eens trainers, je hebt wel eens clubs waar veel meer geld zit, mooi stadion, alles erop en eraan, maar dat past de trainer niet. Ik heb nog zelden zo'n goede match gezien tussen een trainer en de club. Maar, ik zeg het maar meteen, ik denk dat dit zijn laatste seizoen is bij Cambuur. Ik denk dat Henk zo langzamerhand dat wat hij nu doet, dat verbetert hij niet meer. En de verwachtingen worden steeds hoger. En ik denk dat Henk op alle niveaus in de Eredivisie mee kan. Ik weet ook dat hij gevolgd wordt door een aantal clubs. Ik heb zomaar het idee dat Henk volgend jaar bij zijn club FC Groningen staat, waar hij als assistent gewerkt heeft. En ik heb zelfs het idee dat hij al met Nijland gesproken heeft. Nou, maar dat moet hij zelf maar zeggen. Toe, daar krijg ik. Ik heb me gelukkig heb je weg. Ja, daar heb je me gewoon te pakken, dat weet je ook wel. Nee hoor, want daar zit volgens mij een uitstekende trainer. Ja, daar ben ik echt op dit moment nog niet mee bezig. Maar jij past daar natuurlijk wel bij FC Groningen. Oh, maar laat het alsjeblieft niet over een andere club hebben waar een goede trainer zit. Dat moet jij doen. Dat kan ik niet doen. Ik doe het ook. He? Dat moet jij doen. Kijk, er zit wel een kern van waarheid in wat jij zegt. Bij Cambuur ben ik nu 5 jaar. En ik wil nog wel 10 jaar, daar gaat het niet om. Maar op een gegeven moment hebben we zulke goede dingen gedaan. En de verwachtingen worden zo hoog. En je moet het ook waar kunnen maken. Hè? En je moet op het juiste moment stappen maken. Maar dat wil niet zeggen dat ik wegga. Maar er zit wel iets in wat je zegt. Maar wat doet hij dan zo goed? Nou, wat hij goed doet. Moet wel even bij een bepaalde basis blijven. Henk is natuurlijk, vorig jaar was hij nog assistent. En nog maar 15 wedstrijden is hij nou alleen baas. Hè? Dus daar moet hij ook nog aan wennen, denk ik, op een manier. Want je moet hier dan denken dat je dan een assistent was geweest. Ja, deze man moet niet wennen. Nee. Dit is een natuurtalent. Nee, maar toch. Het is normaal vrij nieuw natuurlijk. Ja, maar het is tegenwoordig het vak van trainen bij een betaalde voetbalclub is veel meer dan alleen met ballen en met pilon op het veld staan. Dat is ook hoe je naar sponsoren verkoopt, hoe je met de media omgaat, hoe je club verkoopt. En ik durf te zeggen, als je dan een top 3 van trainers in Nederland maakt, staat Henk in mijn top 3. Ja, hij staat heel hoog.
Dat is logisch. Ik zou, als je er even nagaat, dan zijn er... Ja, ik denk dat De Boer voor iedereen op één staat. Dan zijn er nog wel één of twee. Maar ik denk dat Henk absoluut in de top 5 staat van trainers in Nederland... die zich als personality kunnen neerzetten. En wat je dan krijgt, is dat, let op, dan gaan clubs niet meer kijken... hoe iemand op dat trainingsveld doet. Dan telt dat voor clubvoorzitters ook mee. Want de meeste voorzitters van clubs die weten niet of er zand of lucht in de bal zit. Hoor. Die kijken vooral naar hoe het op tv gaat. Wist je altijd dezelfde, Henk? Nou, ik ben ook wel eens teleurgesteld natuurlijk. Hè. Ja, maar wist je dat Henk de Jong zat hier bij Herkema's Boys bijvoorbeeld? Ja, is hetzelfde als nou bij Cambuur? Ja, maar dat mat ik toch. En dat ik het net ben, dan had ik meestal achter me steen mijn familie. Die zei, Henk, alsjeblieft even gewoon, jongen. En qua voetbalfilosofie, ik dezelfde filosofie? Altijd dezelfde filosofie, hoor. Altijd dezelfde visie hoor, op voetbal. Alleen dat groeist wordt terug. En dat mat ik tactisch, maar ik terug groeien in de Eredivisie. Bij Herkema's Boys speel ik altijd gewoon vooruit om te winnen. Maar hij is zo goede spelers, dat kon mij dan schillen. Het mooiste vond ik eigenlijk meer volgens uit winnen in je vier. En dan hield het al je goed voorkwam. En die jongens die konden zo goed voetbal. Alleen er komt nog volle meer bij Shen. Tactisch. Dus daar ben ik in aan het ontwikkelen. Dat wou ik dus ook even duiden. Dat hij nog maar net 15 wedstrijden hoofdtrainer is. Ja, dus. Daar zit ik wel wat bij Henk. Ja. Van de week was ik bij Radio Volendam. En er werd ook gezegd over, je hebt het rijtje Frank de Boer. En dan noemen ze nog drie op Henk de Jong. Dat heb ik ook gezegd. Nou, dat hoor ik nog niet. Henk, dat is geen gek lijstje. Ik wil kunnen zeggen, maar 15 wedstrijden. Ja, ik zie mensen de Eredivisie bezig. Die lopen al 15 jaar mee. En die doen al 15 jaar hetzelfde kunstje. Ik vind dat Henk wel iets heeft waarmee die, zoals dat er wordt, zo mooi innovatief is. Het is een manier van voetbal. Het is, het is echt niet alleen maar de manier waarop Henk zich voor de camera presenteert. Want Cambuur speelt herkenbaar voetbal. Ja. En dat je dan een keer van NAC verliest, dat gebeurt. Ja. Maar dat gebeurt ook. En daar ben ik blij dat je het zegt. Hè. En dat heeft ook met verwachtingen te maken. En zoals vorige week, dat is ook wel mooi. Want ons publiek is mij heilig. Daar ben ik stapel gek mee. En vorige week gingen ze eventjes fluiten. Maar dat heeft met verwachtingen te maken. Wat jij zegt. Zij verwachten dat wij zo even van NAC winnen. Maar dat kan natuurlijk dat niet. Kan niet meer. Dat kan niet. NAC heeft ook een ploeg en die zal ook wel eens een aanval op onze goal hebben. En zo moeten we er wel naar kijken. We moeten wel allemaal reëel blijven. Maar morgen staan er gewoon weer 300 tot 400 Cambuur supporters in Deventer. Ja. En vorige week hebben we even samen verloren. We winnen heel veel samen. Aden Den Haag was het mooiste voorbeeld. Toen kwam het 2-8 en toen kwam er een orkaan van geluid in het stadion. En dan buigen we dat gewoon op. Ja, maar dat vind ik nou ook knap. Je hebt heel veel clubs, als er gewonnen wordt, dan loopt de trainer voorop in de Polonaise. En als er verloren wordt, hebben de spelers het gedaan. De manier waarop jij afgelopen zaterdagavond op tv reageerde op die nederlaag tegen NAC was ook groot. Ik wil nog één punt ondersnijden. Want de winterstop komt aan zeker van de door. Dan ik de transferperiode. Wat ik wilde echt constant in het Nijswest het Roesnak. Albert Roesnak. Hoe komt het nou met Albert Roesnak? Nou, Albert Roesnak gaat voor. Maar gaat hij nog eens? Dat denk ik wel. Altijd geruchten. Zou het nog Twente kunnen zijn, hè? Ja, maar als de geruchten zo sterk zijn, dan gaat dat wel gebeuren. Dan hoorst er nou op bod rekken mooi dat er stond nog maar 12 wedstrijden eigenlijk hoe Albert Roesnak beschikt. Traaien wedstrijden met de beker. En dan maakt nou zien hoe Albert erop reageert. Als het nou morgen of woorden morgen uitkomt, hoe reageert zijn jongen erop? Dan get ik de hulp pers op hem. En is hij dan nog, want ook dat mandje, daar pas ik goed op. Ja? Ik get naar een andere club clear. Dan pas ik het nog op. Want hij is echt hij dan net nog... de Helly van Cambuur. Hij is net de hoorn. Nee, wij kennen hem net, Kepi. Wij zijn net in de gelegenheid om zulke spelers te kijken. En nu het probleem wat dan volgt. Dit is de eerste die gaat. Het probleem met Henk is, die heeft nu zo'n goede ploeg. Dat elftal, er kunnen er 2 of 3 gaan verdwijnen deze winter. Dat risico loop je ook nog. Ja, maar dat had vanmorgen ook nog over met Henk. Want dat moet je natuurlijk niet willen als trainer. Want als je straks een leegloop hebt... Dat is voor jou natuurlijk niet leuk werken. Maar dat verkoop je ook niet aan een supporter straks. Dus wat je zegt, je moet wel op vertrouwen dat de directie... Mijn directie of ze houdt of weer groeien terughalen natuurlijk. Hendrik, onze directie is 100% betrouwbaar. Wat jij zegt, Jaap, dat zal aan getrokken worden. Ja. Maar zij hebben ook wel door dat wij die spelers moeten houden. Dat wij er alles aan moeten doen om naar die 34 punten. En je kan er wel spelers wegdoen voor misschien 2 ton. Want meer krijg je niet op een ton. Mm-hmm. Maar als je zou degraderen, dan ben je die 2 ton bij weer kwijt, hoor. Ja, wel. Want dan ga je helemaal weer naar beneden. Ja. Dus dat weet de directie. En het zijn nogmaals, de voorzitter en mijn directeuren zijn hartstikke betrouwbare mensen. Als een miljoenenbod komt op een speler van ons, dan is die speler weg. Want dan is in één keer de schuld van Cambuur weg. Tuurlijk. Dat kan ik nog begrijpen. Dat is waar. Jongens, even een heel onderwerp. Heel wat oors. Misschien wel die lievelingssport. Curling. Want je zoekt ook Sjeu de Poel om ijs neer te beginnen. Vrees. In Friesland werd deze sport beoefenen. Toch een hele lietse groep van artikelingen op de binnenbaan van Ierstadion Tiaf. Zeg je de Sjen in Uzerige, mijn club. Kom maar, ik ben Jan de Jong. Fire. Ik kom uit Arenbouwen.
Kom maar. Ik curl het nou voor mijn 11e seizoen. We hebben 15 man leden ongeveer. 60, 70 en zo dan. En daar moeten wij met waan. Het doel is om de stien te krijgen en met hem herbollen. Het mooie van het spel is dat de stien krijgt. Maar die slide erachter ongelieven, dat shirt, hey, dit gaat mooi. Komt precies waar ik hem herbol. En dan is het yes. Het is gek, als een klompje met een zoutje erop was op de mar en dan laat hij de rietpalen. Dan shirt dat klompje het verder gaan. Ik zag Gliese verder gaan. Ja, dat is mijn verromantisering. Maar zou dat jou mij een kick. Hoe gaat het water uit, denk ik dan? Heel gracieus, ja. Dat is het. Wij trainen erin geloof. En die ene is wat linniger dan door, maar het is de sfeer. En vooral bij de vrouwen, met de keuringen. Hoe ze zijn in beeld zijn, dan is het wel een beetje wat, een sexy sport. Absoluut. Hij draait net. We staan al hoeveel achter? 8, zeg ik nou. Ja, kom maar, kom maar. Hij gaat er nog voorbij, hij gaat zo snel. Ja. En dan denk ik, hoe komt de beste? Een echte curlingwedstrijd kan 2 tot 3 uur worden. Je. Nou, dan bij topsport heeft het 2 dagen. Nou, dat is ik stel. Dan heeft de burger is kapot. Ja. Dan heeft het een beetje in de bek zitten. Ja? En behoorlijk. De voetballer die is, dan trek ik die burger, maar dan maakt een pauze, een bakje thee. Hè. En wij gaan echt een wedstrijd 2 tot 3 uur terug. Ho, ho! Hij gaat er weer uit. Heet het niks. We gooien wat de hut op het moment. Maar we moeten wel, want als we te zaak gooien, dan komt het er net. En als we de hut altijd gooien, dan gaat het er terug in. Dus je zei, dat laat compleet in. Je kan er ook niks mee. Oh nee, hè. Oh nee, hè. Ja. Mooi, hè. Oké, fire! Kom op! Kom op! Zit dus verdomme net mooi, jongen. Sorry, ik moet net vloggen. Zonder wolk net. En dan wolk ik echt net. En dan is het toch maar proberen de steen staan dat moeilijk te maken. Net ophalen, maar gewoon terug in. Het gaat om het spulletje. Het gaat om de romantiek op het ijs. Je schokken naar elkaar en het is best wel. Ja, ijs is altijd wel wat sexy, vind ik. Denk maar aan het eerste toetsen van je vader op de ijsbaan achter het bosje. Ja, dat is toch dat het wel wat, hè? Dat is ijs. Dat is dit eigenlijk zeg. Oh, wat een verrekt niks. Yes! Ja. Ja, en Wolle Jood, dat ik hem hier ergens een keer. Maar jouw club in de spotlights. Mail dan naar beent@omroepfriesland.nl. Jongens, imago. Hoe belangrijk is het imago van een trainer? 100%, we hadden het net over, dat bepaalt de marktwaarde van een trainer. Je kunt nog zo goed zijn op het veld, maar als je verder een hork bent, dan red je het in deze tijd. Louis van Gaal is de squalmaster, Guus Hiddink is de people manager, Huub Stevens is de harde man, de harde hoed. Dat is me te makkelijk. Kijk, Louis van Gaal heeft inmiddels wel geleerd dat media erbij hoort, want zijn persconferentie, dat lijkt erop alsof hij dat niet kan. Maar ik kan er wel 1,5 uur naar kijken, hoor. Dat op Engels maar wat voor typering jou is dat dan, Henk? Henk is een type van een moderne trainer. Die speelt zijn eigen spel. Doet het met de media goed. Kan goed met sponsoren. Hij vertelde net zelf dat hij op kantoor regelmatig rondloopt. Dat zijn people managers. Maar je hoeft niet alleen people manager te zijn. Je moet gewoon ook voor jezelf. Je bent een product als trainer tegenwoordig. Wat je er ook van vindt. En dat product bepaalt of je ooit bij een topclub komt. Er zijn trainers bij een topclub gekomen. Die misschien wel veel minder zijn dan mensen die in de Jupiler League werken. Maar het spel hoort er gewoon bij. Het spel, maar de media. Het spel niet alleen met de media. Met sponsoren. Ja. Kijk, je hebt toch een trainer die zichzelf bij Fox voor de wedstrijd rond die opstelling goed verkoopt. Die staat er met 2-0 voor als het om zijn marktwaarde gaat. We kregen Jen, hoe Henk hem nou zelf verkeperd, hoe hij hem portretteert in de media. Wil je dat ik het in Engels doe of in het Nederlands? Ja, toen hebben we een schop onder zijn reet gegeven, want dat doen we niet. Ja, dan ben je ook net een klein jongetjes trainer. Hè? En er staan een grote stukken in de krant, Cambuur kan niet op gewoon gras winnen. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, je kan jezelf in de put praten, maar dat doe ik niet. Ah, het is geen sprookje. Het is gewoon de realiteit. Oké, thank you. En ja, buiten Friesland is ook een beetje Europees, maar wij doen gewoon normaal.
Ja, het is, nou, weet je wat ik het mooiste vind? Dat zit er niet in. Dat is dat knipoogje af en toe naar de presentatrice van Fox. Nou, jij een deunie, dat heb ik jou verteld, hè, Doorak. Ja. Nou, dat vindt Diana mooi. Ik heb het jou verteld, joh. Wat ben jij de ondeugende man, hè? Nee, wat vindt je vrouw Helene, dan? Helene, hey, wat vindt jouw vrouw dan af van? Mijn vrouw die moet erop lachen. Ja? Die, okay. Ja, die ziet het ook wel. Okay. Mijn vrouw ziet wel aan mij als ik een andere vrouw een leuke vrouw vind. Okay. Dat heeft ze wel door, hoor. Okay. Maar jij wat leuker. Maar dat speelt met de media, vies toch ook wel leuk. Ik doe gewoon echt. En ik vind dat wij gewoon samenwerken moeten. En zoals vorige week weer net goed. En dan praat ik met Henk, of met Jaap, of met Oren. En dan is het net goed. Maar ik probeer ook mijn eigen draai eraan te gaan. En dan haak ik wat benodig. Maar we halen kwam er alle in nodig in de voetballerij. Ik heb wat denken dat ik het van haar, dat haak net. Wij halen kwam er nodig. En dan verkepen we samen het product voetbal. En dat is echt heel belangrijk. Maar terug gewoonte wijs, dan val je ook daar op in de voetballerij. Ja, maar ook de no-nonsense, hè? Daar hadden we het net over in de reclame even over. Dat kunnen we even aanhalen. Dat is niet je reclame, nee, hè? Veel goed curling. Dat is ook een reclame. Ik heb zoveel met curling, oké, klaar. Nee, maar hè, de eerste persconferentie, dat was toen bij Utrecht uit vorig jaar. Hè, gelijk die vraag van, hè, waarom ging jij niet ook weg? Henk zegt meteen, moet ik daar maar een uitkering gaan aanvragen? 8000 op een bank. Dat was gewoon... Klaar, dat was Henk de Jong. Hij zet gelijk neer van jongens, ik lul er niet omheen. Ja, de mooiste uitspraak van mij is van, ik viel net echt wedstrijd van de spanning. Ik had alleen nog les van wedstrijd spanning. Nou, dat is ook heel erg. Het is een schrijfjaarse wijze. Maar laten we gewoon eerlijk zijn. Zoals vorige week verliezen wij. Ja, dan slaap je bijna niet. Dan sliep ik de hele nacht. Al ben ik dat trouwens. Maar dat is de pijn, omdat je... Om de pijn die is hard op aan te stellen. Maar je wil het goed doen. Je wil het voor je meesten goed doen. Ik wil het stadion, hè, dat kolkt en dat het plezierige meesten ben. En dan lukt dat net. Dus dan ben ik het leukste. Maar ik voor mijn spelers. Want ja, ik hou gewoon van mijn spelers. Die jongens die elke dag is top. Ja, en dan ben je even teleurgesteld. Dan ging ik niet hoe ze denken. Potverdorie, daar baal ik van steeds. Ja. Vorig jaar is het natuurlijk bot Geerwerken bij Dwight Lodewegens. Ik kwam van de morgen weer in op een training bij Sportclub Heerenveen. Dit zei hij, want elke dien had het oer het Engels van Louis van Gaal. Maar dit zei hij, Oedij. Nou ja, hij heeft het zelf een keer gezegd van in plaats van het team moet aansluiten van push it up. Dat is het eigenlijk, hè? Push it up. Dan zegt hij druk it up. Weet je wel, druk it up. Ja, dat... Ik denk dat een Engelsman... hij en Louis van Gaal komen dicht bij elkaar, denk ik. The points are inside, hè? The points are inside. The points are inside, must be inside. Ja, wat vind je ambities eigenlijk, Henk? Zo vier mogen komen in trainersvak. En ik let altijd alles op mijn wijk komen. Maar wat is dat, zo vier mogelijk? Wist je al bij die eigen grenzen binnen? Nee, dat weet ik net. Even kijken wat Henk zei. Ik ben nu 15 wedstrijden trainer in de Eredivisie. Ja, wel uit mijn top. Ik zou het echt niet weten. Maar ik ben er wel heel gelukkig en heel gelukkig met mijn staf en hoe ik daarmee werk. Daar zie ik je gelukkig in. Ja, ik heb hier wel gelukkig uit, hè? Ja. Wat Dwight nou zei. Ik fantastisch mee werken voor die man. En ik hoop dat dit hartstikke goed wordt. Ja. Maar dit ben mooie dingen. Want er is natuurlijk assistent bij Cambuur. Ze is binnenkamer. Gerrit van der Belt zei het mooi. Hè? Een assistenttrainer is de bewaker van de lange termijn. Ja. Maar ja, eigenlijk als op het moment dat je haartrainer wordt, dan weet je eigenlijk al dat het moment van voortgaan komt heel dichterbij. Ja, nou, dat is wat Jaap zei. Ik durf hier de weddenschap af te sluiten dat dit zijn laatste seizoen bij Cambuur is. Ik durf daar een flesje op te zetten. Jij ook? Ja. Oh, ja? Jawel. Die weddenschap die stier dus. Ja. Wel ja. Met een fantastisch achterlaten Cambuur. Nee, maar ik heb nog een doorlopend contract, hoor. Dus ik ben ook heel blij of Sankie. Ja. Blijf ik hier. Fantastisch heb ik het naar de zin. Ondanks dat we een keer verloren hebben. We hebben vaker verloren. Zal ik nou eens wat geks zeggen? Ik ga gelijk door. Hij zou de ideale trainer op dit moment voor PSV zijn. Oh, nog een Ik meen dat serieus. Daar, het gaat over personeel, die gaat het dan? Op dit moment stel, ik heb het niet over het contract van Cocu. Ik vind Cocu een fantastische vent. Maar even op terugbrengen, die club weer terugbrengen naar het volk. Om daar weer eens een beetje een swingende, gezellige vereniging van te maken. Waarin de afstand tussen de spelers en de fans wat minder wordt. Waarbij de club wat dichter bij de Eindhovenaren komt. Dat is echt een probleem daar. Ze hebben een imagoprobleem. En Henk zou ideaal die brug bij PSV kunnen slaan. Dus wat daar op het veld gebeurt en de fans. Ideaal. Ik denk dat Henk op dit moment even naar adem hapt. Grace oerslaan en dan Henk bij PSV. We hebben het net over gehad, man. Hebben we even tijd voor het spielerspaspoort. De makkelijkste quiz van Nederland. Het spielerspaspoort van deze week. En de vraag is op een ei. Waar ben dit? Is het A, Henk de Jong, mij Dwight Lodewegens? Denk je nee, het is B, Henk de Jong, mooi, daar is die weer, Berend Schoostra. Of is het C, Henk de Jong, mij Jorik Kiestra? Jorik waar? Mail jouw antwoord van waar je nou bindt @omroepfriesland.nl. That's amazing, Mike!
Ja, en wat kunnen we trouwens winnen? Twee kaartjes voor de wedstrijd Jereveentje, ADO, Den Haag. Die zijn voor Henk. En de winnaar trouwens van Verlien Wieke, die het signeerde Jereveen shirt krijgt, die zit nu onder in beeld. En dat is Jorrit Venje van Gariep. Ja, Henk, mooi wedstrijdje in de Go Ahead Eagles. Hoe zit de ploeg ervoor eigenlijk? Er zijn wat blessures. Ja, ben wat jongens heel... Michiel Hemmen kent sowieso net. Die had een knietje gewoon op zijn heup. Ja, dat wie een Pimple Peers, het wie zwart. En had die jongen bord les van. Die zit er van in de put, want het is weer een domper voor hem. Hè, dat er zo'n tik rijdt. Maar Dijkstra ken net en Daniel de Ridder net. De rest een paar heerlijke foto's. Dus ik had de opstelling nog net vrij. Dus ik ken hem ook nog net, Jan. En Henk, Henk weet vaak de opstelling als eerste. Ja, nou, zees het dan maar, Henk. Ja, ik denk dat hij Schepers op links buiten zet. En als Nassing fit is, Nassing rechts buiten. Okay. Maar anders heb je nog keuze dat Schet en Meleg. Want Narsing is net helemaal ook zo fris. Ja. Je hebt meerdere keuzes. Je kan ook met de valse kant gaan spelen. Ja. Maar Narsing, is hij wel heel nog fit? Kan hij wel starten? Narsing weet ik morgen. Oké. Weet ik morgen. Maar daar kan ik geen risico mee nemen. Had je ooit gewoon mij traint in Justrik. Maar je kent ook valsspelingen in. Je maar ding, hoe zetten de tegenstanders u in het werk vast? En daar probeert ze weer oplossingen in te zoeken. Ja, dat maar trainen, hebben we Justrik goed in. Maar je bent natuurlijk wel een tikje krijgen van het verlies van NAC Breda. Ja, wij kennen een keer verliezen. Hè? We gaan nog jouw thuiswedstrijd verlenen op rij. Maar kerst hoe ze nou opnemen? AZ, NAC. Ja, NAC wie de vervelendste. PSV en Feyenoord. Nee, Feyenoord en Ajax. Feyenoord en Ajax. Als het rijtje gewoon even normaliseert. Ajax, Feyenoord en AZ. Ja, ik kerst nooit natuurlijk zei, er best nooit akkoord mee. Maar het kan wel eens gebeuren dat we verliezen. En nu weer de NAC weer heel vervelend. Ja. Dat wil dat hier eigenlijk maar, net mocht. Had een trainer daarin hing je bloed daarin, hè? Dan moet je een hele ploeg daarin hingen en moet je een hele club daarin hingen. Doe maar als trainer altijd weer oer de nederlaag in te stappen. Een trainer is daar, ja, ik ben maar heel gewoon. Maar een trainer is er wat belangrijkste in. Doe kerst die ploeg in de put praten en horen. Of gewoon weer oerkind tot de werkelijkheid. Sjen letten wat we hier in de Oostland kent. En dan moesten we verder. Want hingenbloed is dodelijk. Maar je ziet toch veel aan de trainingen af. Want vanmorgen moest je weer mensen afremmen. Nou, dat is een goed teken. Ja, maar dat is mooi wat Henk dus zegt. Ja. Dat vind ik leuk. En dan zeggen ze wel, nu hebben we een paar keer verloren. De training is goed. Die Wim Jonk, samen met Johan Cruijff, verantwoordelijk voor technisch beleid van Ajax. Die zei, hoe die jongens trainen, dat is niet normaal. Dat zie ik nergens. En dat ben wel leuke dingen. Ja. Maar waar zit hem dat in dan? Gewoon in de manier van trainen. En maar ook in de intensiteit van trainen. Het gaat niet altijd om hard trainen, maar het gaat om goed trainen. Nou, en daar zijn die jongens echt... en dat zulke mensen dat herkennen. Dat zijn wel hele leuke dingen. Dat doet je goed. Ja. Hey jongens, de wedstrijd, want we toch verzeld het verslag, live verslag op de radio van de wedstrijd in Betelle Voetbal. Want, excuus, Snurlem Jouwensson vanuit Breda, door collega Roelof de Vries. Verslag van NAC, Chin, Jereveen en Geert van Tuin. Tot op dezelfde dag van kwartier van Jochen en Oor. Het commentaar bij de wedstrijd Go Ahead Eagles, Chin, Cambuur. Nou, we hebben een weddenschap steen tussen Jaap en Henk. Hè? De volgende ik denk club, dat Henk en ik het wel eens zijn. We zijn het eens. Wij zijn het eens. Allebei dat dit het laatste seizoen van Henk bij Cambuur is. Ja. Oh, echt? Allebei ben je met eens? Oké. Dan zoeken we het eigenlijk ongeveer maar dan met Henk zelf. Maar dat zoek ik net van Henk. Je bent een ondogende meisje. Jullie maken me moeilijk. Ik zwit hier alle kanten. Dat is ook niet de bedoeling. Hè? Okay. Maar goed, het is wel een mooie... We moeten ook net weer Jaap zijn club hebben. Oh ja, over Ajax. Ajax. Of hoe Jereveen. Hij is nog een leuke uitsmieter, hoe Jereveen? Ja, ik denk dat Jereveen nu... kijk, wat leuk is, er zijn nu twee Friese clubs vol in de belangstelling. En Jereveen staat er, ondanks al die zure verhalen die vooral gevoed worden door zogenaamde clubchroniqueurs, staat Jereveen er financieel prima voor. Oké, het slotakkoord die van Jaap Stalenburg. Heren, tien danken voor je komst. Morgen dan weten we dus hoe het kan weer het wanseeltje in de Go Ahead Eagles en Jereveen dus de uitwedstrijdje in NAC Breda. Ons via de laatste bind van dit jaar 2014. Wij zijn weer om op manje 12 januari. Vanavond nog een hele gezellige joen. Dag. Go Ahead Eagles, Cambuur 3-2. Bind Sport, waar het mij mogelijk maakt door Friesland Lease.